dat je weet dat zij misschien 120% hebben gegeven tegen Ajax. En dat ze hier minder zullen geven, dat gaat automatisch. Daar kan je weinig aan doen. Ik heb hier ook vaak gespeeld met andere ploegen tegen Excelsior. Ajax met AZ. Ja, dan de motivatie is toch automatisch wat minder. Maar dat weet je. En als wij dan gewoon vol erin gaan en gewoon goed georganiseerd spelen, ja, dan kunnen wij ook gewoon voetballen als wij de bal hebben. Klopt het wat je zegt, dat je gewoon minder gemotiveerd... 100%. Had jij het ook? Tuurlijk, maar als je de Kuip binnenkomt als speler... als je de Kuip binnenkomt, fantastisch veld, mooi stadion... heb je gewoon zin om te voetballen. Je komt Excelsior binnen, zie je dat kunstgras... en dan denk je al van... klein veld ook nog, dat dacht ik gewoon lekker. Nee, maar dan heb je gewoon minder zin, tuurlijk. Dat is echt zo. Daarom vind ik dat wel raar. Want iedereen heeft het altijd over intrinsieke motivatie. Je moet het uit jezelf halen, want anders kan je geen topsporter worden. En dat dan afhankelijk is van de club of je meer of minder geeft. Ik sta versteld dat je dat zegt. Echt. Ja, maar jij bent kampioen geworden. Hè? Ja. En dan moest je gaan. Elke wedstrijd. Maakt niet uit of je nou... Nee, als je nou... maar je moest gaan. Je moest gaan. Nee, ik ben het niet met je eens. Nou, sorry. Maar, maar anders... Je wint niks met zo'n instelling. Nou, volgens mij heb ik wel wat gewonnen. Ja, je hebt wel wat gewonnen, maar je had niet zo'n instelling. Nee. Dat geloof ik niet. Nee, weet je wat het... Maar je hebt gewoon verschillen. Dit soort wedstrijden, Excelsior, zijn gewoon de belangrijkste wedstrijden. Je hebt zoveel kwaliteit meer ten opzichte van de tegenstander. En kun je het ook op minder... Ja, okay. Wedstrijd, zeg maar zelf. Maar dan moet er toch nog een doelpuntje of twee of drie gescoord worden. Dat zeg ik. Als je zoveel kwaliteit hebt en de basis bij Theo of bij jou of in het team is al zo hoog en goed, ja, dan win je dit soort wedstrijden ook. Maar daardoor word je kampioen. Dat Feyenoord niet veel meer kwaliteit heeft dan Excelsior. Hebben ze ook. Dat weet Feyenoord, dat weet Excelsior. Ja. Wel dan. Maar ja, wat is dan het. Het punt nu? Het punt wat is wat je ik geloof niet dat jij als speler. Dat zo. Ja, maar het gaat, kijk, je hebt verschillende types sowieso. Kijk, je hebt types die een beetje veel talent hebben en daarnaast misschien net iets minder doen. En je hebt mensen die minder talent hebben gewoon en altijd keihard hebben gewerkt en dan de top hebben bereikt. Ja. En die zegt, het kan alleen op die manier. Nee, het kan ook als je gewoon... Maar je kan niet 11 spelers zo... Nee, niet 11. Het is een teamsport. Kijk, als je atletiek doet, weet je, is het 1-1, dan moet je gaan. Dan kun je niet verschuilen om anderen. Maar ik kan gewoon zeggen van... Tegen die linksbuiten, als ik zoiets, even iets minder wil doen... Doe even een paar meter meer naar binnen. Dek een lijntje af en ik hoef wat minder te lopen.